Dit is een BMW X1 van de eerste generatie. Die liep van 2009 tot 2015. Dit specifieke exemplaar is van december 2014. Eentje van na de tweede facelift en een heel laat exemplaar dus. We gaan er eens een rondje mee rijden om te zien wat je eraan hebt als je hem als occasion koopt. Deze BMW X1 was destijds een poging om voet aan de grond te krijgen in het segment van onder meer de Audi Q3 en de Range Rover Evoque. Maar ook auto's zoals de Nissan Qashqai en de Mazda CX-5 horen in hetzelfde segment. Hij is opgebouwd uit delen van de 1-serie en van de 3-serie. En dat betekent bijvoorbeeld dat hij achterwielaandrijving heeft, tenminste in het geval van een S-Drive. De X-Drive bestaat ook en dan heeft hij permanente vierwielaandrijving. We vinden het een atypische BMW omdat hij soms wat een goedkoop dashboard heeft. Sommige plastic onderdelen die voelen niet zo lekker aan, zien er niet zo mooi uit. En het dashboard, ja, dat is een beetje recht toe recht aan. En dat zien we toch echt wel eens anders in BMW's. De auto is verder prima stabiel, hij gaat lekker door de bocht. Maar de besturing is weer niet zo communicatief. En dat is nou juist wat van een BMW altijd zo'n fijne auto maakt. Als je bijvoorbeeld in een Mazda CX-5 rijdt, ja, die doet het echt beter. Dat geldt ook voor het comfort. Deze is al best hard geveerd en als je er dan ook nog eens eentje hebt met het M-Sport onderstel, ja, dan wordt het eigenlijk gewoon een uitgesproken oncomfortabele auto. Dus als je zo'n auto ambieert, ga er echt eens goed mee rijden om te kijken of je dat eigenlijk wel bevalt. Nou, en als we dan toch aan het zeuren zijn, de ruimte achterin een X1 die is eigenlijk uitgesproken krap. Daar wreekt zich de achterwielaandrijving. In elk geval kun je ervan zeggen dat het typisch BMW is, want ook de 1-serie en de 3-serie blinken daar niet in uit. Dan neem ik je nog even mee door het motorenaanbod. Dit is een 18i, die heeft een 150 pk motor en op een gewicht van 1400 kilo is hij daar echt uitstekend mee bediend. Verder is er nog de 20i, die heeft 184 pk. En die zijn er met een handgeschakelde zesbak, zoals deze. En de 18i die heeft een 6-trapsautomaat en de 20i heeft een 8-trapsautomaat zelfs. Zoek je het hoger op, dan is er nog de 28i en die heeft tot maart 2011 een 6-cilindermotor, een lijnmotor natuurlijk. En daarna wordt het ook een 4-cilinder en heeft die ook iets minder pk's dan de 6-cilinder, nog maar 245. Nou, als 6-cilinder is dat altijd een 6-trapsautomaat en toen het een 4-cilinder werd, werd er ook een handgeschakelde zesbak aangeboden of een 8-trapsautomaat. En bovendien is die 28i altijd een X-Drive, dus vierwielaandrijving. Nou, daarnaast zijn er nog een heleboel diesels. Dat begint bij de 16D met een iets wat schamele 116 pk. En dat loopt op de 25D. Die heeft 2 turbo's en 218 pk, dus daar kom je lekker flink mee vooruit. En daar zijn we meteen een beetje aanbeland bij het grootste pijnpunt van de BMW X1. Want als je een diesel ambieert, controleer die dan alsjeblieft goed op rammelende bijgeluiden, want dat duidt op een opgerekte distributieketting. En dat misgaat, dan gaat je auto ontzettend kapot en kun je de motor vervangen. En ook als je zo'n ketting preventief laat vervangen, ja, dan ben je gewoon enige duizenden euro's achteruit. Nou, verder zal de X1 je voor weinig verrassingen stellen. Er wordt gesproken over wat elektronica problemen, wat kleine dingetjes. En in heel exceptionele gevallen gaat het mis met de versnellingsbak. Het brandstofverbruik van deze auto is heel acceptabel. Dus ja, wat ik al zei, hij gaat je echt niet voor verrassingen stellen. Maar we rollen hem nog even binnen in de garage om te kijken of ze er daar nog gaten in kunnen schieten. En als je nou misschien denkt, hij weet het leuk te vertellen, maar ik weet het beter, dan kun je in de comments je eigen ervaringen met de BMW X1 achterlaten. Dit is de BMW X1 in deze motoren. Dit is een 2 liter motor, benzine. Komt het net zo vaak voor eigenlijk als bij de dieselmotor. Dan komt het ook voor dat de distributieketting gaat rekken. Daardoor krijg je een motorstorisch melding in het display van de auto. Dat is een groot probleem. Wat ook heel veel geld gaat kosten op een gegeven moment als die echt in elkaar draait. Dus mocht er een motorstoring aanwezig zijn in de auto, laat het even checken. Dat we in ieder geval zeker weten dat er geen grote gevolgschade uitkomt. Met deze auto's die hebben een voorwielophanging met dubbele draagarmen. Dan gaan de verzeekogels die krijgen daar nog wel eens ruimte. Dat veroorzaakt rammelen en bonken van de auto.
Dus dat is altijd wel een punt om goed te checken. Evenals de stabilisatorstangetjes die hiervoor zitten bij de voorste stabilisatorstang. Waar ook wel eens ruimte op de kogels komt. Daardoor kan die ook erg gaan rammelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt van deze auto's om goed te checken. Het volgende punt wat belangrijk is, is de olie van de versnellingsbak. Veel mensen vergeten dat te verversen. Dus ook wij vinden het van belang dat de olie ververst wordt elke 80.000 kilometer. Evenals de kardanolie van de achteras, dat die ook ververst wordt. Dat verlengt de levensduur van de automatenbak, de handbak en de differentieel. De BMW X-Drive die heeft een ander probleem. Als de bandenprofielen niet gelijk zijn, te veel omtrek verschilt tussen voor en achter, heb je kans dat de BMW X-Drive, de X-Drive van de BMW, defect gaat. Doordat er te veel wringing is in het differentieel, waardoor die te warm wordt en eigenlijk defect raakt. En dat is eigenlijk een probleem. Dat kost voor de klant dan zo rond de 3500 euro. Dus ja, dat zou een beetje zonde zijn voor de klant zijn portemonnee.